Ik ben Julia en welkom op mijn kanaal. Als je nieuw bent, welkom. Ik ben Julia van Bergen en ik heb weer een nieuwe video voor jullie. De examens komen langzamerhand dichterbij. Waarschijnlijk is iedereen nu al wel een beetje in de stress die in mei de examens heeft. Dus ik dacht, ik ga jullie even een handje helpen. Tenminste, ik hoop dat ik jullie hiermee kan helpen. Jullie konden weer je vragen insturen via Instagram. En ik ga gewoon naar de hand van die vragen ook mijn tips geven. Extra dingen behandelen. Ja, laten we gewoon snel gaan beginnen. De eerste vraag vond ik wel eigenlijk grappig. Hoe kom je aan motivatie? Voor mij was dat persoonlijk niet zo moeilijk, want ik kwam van VMBO en ik wilde gewoon niet nog langer op school zitten. Het was al mijn zesde schooljaar, dus ik dacht, ik moet het gewoon halen, ik moet het gewoon redden. Maar ik heb ook wel mijn dipjes gehad en wat ik dan deed was vaak video's kijken over mensen die examens deden. Het klinkt heel stom, maar daardoor dacht ik, oh ja, ik ga dit ook doen. En ik haalde bijvoorbeeld mijn motivatie aan mooie samenvattingen maken. Want daar kon ik gewoon, ik weet niet, dat was gewoon voor mij dat ik dacht, oh, ik heb weer een goede samenvatting gemaakt. En een planning, daar kan je dingen afvinken. Dus op die manier kan je jezelf elke keer blijven uitdagen en inspiratie vinden uit hoe je gaat samenvatten, hoe je gaat leren. En ik wil dat vooral echt heel graag halen. Hoe bereid jij je een half uur voor je examen voor? Dat vond ik wel een goede vraag, want meestal gaat het alleen maar over wat je de dagen ervoor doet en hoe je überhaupt leert. Maar een half uur van tevoren zou ik aanraden om even niks te doen. Ga even rustig je banaan eten. Ik had altijd een banaan voor mijn examens eigenlijk. Vooral als ik echt een lang examen had. Bananen, weet niet, dat was gewoon... Ja, volgens mij blijft dat heel erg lang in je... Kan je daar wel even lang mee doen. En ik had ook wel eten bij me tijdens examens en drinken. Gewoon water. Maar ik deed gewoon eigenlijk niks. Soms was ik zo gestrest dat ik voor mijn gevoel echt nog dingen moest doornemen. Maar het beste is om gewoon even niks te doen. Want als je dat half uurtje van tevoren nog dingen moet leren, dan komt dat toch niet naar binnen of dan ken je het toch niet goed genoeg. Dus als je het al goed kent, dan ken je het gewoon goed. Als je het niet goed kent, dan komt dat ook niet goed met dat kleine half uurtje, weet je wel. Dus probeer gewoon je rust te nemen. Ga even lekker op je telefoon, even lekker YouTube kijken of zo. En probeer even rustig te worden. Wat te doen tegen examenstress? Ja, dat is eigenlijk een best wel lastige. Ik ben wel iemand die heel erg veel stresst. En ik probeerde echt wel gewoon... Weet je wat het is? Als je gewoon alles voor elkaar hebt, dan is er geen reden om te stressen. Want je weet nooit wat voor toets je krijgt. Dus je kan net pech hebben met de vragen, dat je dat deel bijvoorbeeld van wiskunde of zo, dat je dat net niet goed beheerst. Maar wat je wel kan doen is een goede planning maken. Ver van tevoren beginnen. Eventjes die leuke dingetjes skippen. En wat ik dan heel erg vaak had, bijvoorbeeld tijdens dat ik examens had, was er een festival, Dance for Liberation, was in Zwolle. En ik was wel naar King Nansen gegaan, dat was nog daarvoor. Dat was mijn laatste feestje voordat ik aan mijn examens ging beginnen. En toen heb ik ook gewoon gezegd van, ik ga dit niet doen. Want ik moet gewoon leren. En als je die dingen ook voor jezelf tegenhoudt, dat je dat gewoon even niet doet, dan voelt het ook al gelijk zo van, ik ben goed bezig. En als je al die dingen wel doet, dan denk je, ja fuck, waar moet ik de tijd vandaan halen? Dus op die manier probeerde ik het gewoon zo overzichtelijk mogelijk voor mezelf te maken. Rustig te blijven. Ik had wel echt veel stress, maar ik was vooral bang dat ik het niet zou halen. Maar probeer gewoon alles op orde te hebben. En zorg dat er geen extra reden is om te stressen. Snap je? Ik hoop dat dat logisch klonk. Dit vond ik ook wel een grappige vraag. Is koffie drinken handig tijdens je examens? Nou, vaak zeggen mensen, drink geen koffie. Wat ik vind is dat als je elke dag koffie drinkt, elke ochtend, en je doet het tijdens je examens opeens niet, dan is dat niet heel veel beter. Net zoals dat je bijvoorbeeld niet opeens moet gaan stoppen met roken tijdens je examens. Want dat is een gewoonte. Ik heb echt denk ik wel een koffieverslaving. Ik drink elke ochtend koffie en ik krijg hoofdpijn als ik het niet doe. Maar wat nou als ik nu examens heb, dan heb ik dus hoofdpijn. Je moet denk ik niet je gewoontes opeens gaan veranderen. Dus als jij elke ochtend een banaan eet, dan blijf je dat gewoon lekker doen. En drink niet te veel koffie of zo. Ik dronk dan wel eens tijdens het leren ook nog wel 2 koppen koffie, denk ik. Maar ja, doe gewoon niks raars of zo. Ga niet opeens pillen gebruiken of Ritalin of... Je weet niet hoe je ergens op gaat reageren. Dus doe geen andere dingen dan normaal. Behalve goed slapen. Hoe leerde jij geschiedenis? Dat vind ik ook een goede vraag. Ik weet niet meer zo goed. Ik kan het beeld niet omdraaien. Ik weet niet of je het nu goed ziet. Verder heb ik dit hele boek afgelopen jaar volgeschreven met geschiedenis. Het begon met dus de tijdvakken en ja, het staat gewoon helemaal vol ook met wat je moest leren en zo, weet je wel. En die gebruik ik dan nog een beetje om door te kijken, maar eigenlijk heb ik een nieuwe gekocht. Dus ik heb er nu 2 om alles opnieuw te samenvatten. Ik ben begonnen met de Ik werk aan de historische context opnieuw samen te vatten. En dat heb ik dan al best wel snel mee klaar. Toen ben ik even alle tijdvakken door gaan spitten. En ik heb kaartjes. Dit zijn kaartjes van de kenmerkende aspecten. Dit zijn de kaartjes van de Republiek. En ik heb dan Republiek, heb bijvoorbeeld Vrede van Augsburg, dus gebeurtenissen. Daarna heb ik personen, zoals Karel V. Daarna heb ik jaartallen. En ik heb dus dan zeg maar op de gebeurtenissen op de achterkant staat wat er op dat moment aan de hand is. En bij de jaartallen staat de gebeurtenis. Dus dan moet je twee dingen gewoon... Je moet weten wat er is gebeurd en je moet weten wanneer het is gebeurd. En je moet aan elkaar koppelen en bla bla bla. Zeg maar, het verschil met HAVO en MAVO is dat je bij MAVO leer je A is A en B is B. Maar bij HAVO moet je weten waarom A niet B is en waarom B niet A is en waarom... Weet je, zulke dingen. En wat A en B dan wel met elkaar gemeen hebben. Dus je moet het allemaal kunnen koppelen. En dat is best wel een groot verschil. Nu heb ik ook nog die kaartjes van de Koude Oorlog en van Duitsland. Op dezelfde manier gebeurtenissen. Hier staat trouwens niks op, voor staan alleen de kenmerkende aspecten van dat historische context. Deze zijn trouwens door mijn school gemaakt. Tenminste, dit heb ik zelf nog gedaan. En dan heb je zeg maar zo'n kaartje. En dan staat dit op de andere kant. Dus ja, maar dat zijn gewoon alle... kenmerkende aspecten. Bijvoorbeeld, kijk, bij jagers en boeren staat dan op de achterkant: 10.000 jaren had de mensheid, en meestal nomadische levenswijze, waarbij voedsel werd verkregen door jagen, vissen en het verzamelen van zaden, noten en vruchten. Het staat gewoon een korte samenvatting van wat het kenmerkende aspect inhoudt. En ik vind het heel erg fijn, want als je dat eigenlijk allemaal bij elkaar voegt, is dit je samenvatting van 10 hoofdstukken. Met 49 kenmerkende aspecten. Dus dat is kenmerkende aspecten. Voor de historische contexten ben ik filmpjes gaan kijken van Zaggeschiedenis. Als je gewoon intypt op YouTube historische contexten, dan kom je daar gelijk op. Het is een filmpje van een uur per historische context. Dus ik heb net die van de Republiek gekeken. En dat heb ik helemaal allemaal aantekeningen gemaakt. En ik ben van plan, het is een hele lelijke aantekening, namelijk omdat ik snel aan het schrijven was. Ik ben van plan om dat zo meteen dan zeg maar te samenvatten op mijn laptop. Deed je veel moeite voor je uiterlijk tijdens je examens? Nou, thuis totaal niet natuurlijk. Daar deed ik helemaal geen make-up op. Maar eigenlijk weet ik niet of ik op school make-up op had. Ik denk het eigenlijk wel, mezelf kennen. Nou, nu zou ik het echt niet doen. Maar toen... Ja, ik durfde niet eens... Ik weet nog dat ik mijn bril dan zo hier had hangen. Toen had ik ook al een bril en die wilde ik pas opdoen als we echt gingen beginnen met de examens. Zodat zo min mogelijk mensen me zouden zien met mijn bril. Dus ik denk dat ik wel make-up deed, maar niet heel veel. Ik denk niet dat ik echt super erg bezig was met mijn uiterlijk. Oh ja, nog een tip trouwens. Tijdens je examens, soms is het bloedheet. Dat je denkt, ik ga met een kort broekje naar school. Bij ons was het best wel frisjes in de examenzaal. Dus ik had dan gewoon altijd een lange broek aan. Ik had bijna altijd een t-shirtje of een hemdje aan met een vest. Zorg dat je wel iets uit kan doen, bijvoorbeeld een vest of een sweater. Maar zorg dat je ook iets korts eronder hebt. Maar eigenlijk... zou ik als tip meegeven, als je weet dat het er altijd wel wat kouder is, doe altijd een lange broek aan, want je gaat plakken aan je stoel en helemaal niet fijn. Ik deed altijd lekker een lange broek aan. Dat is echt iets wat ik je kan meegeven. Dat was zo dat ik echt dacht, ik heb het allemaal voor elkaar. Had je zelf een planning gemaakt? Nou, ik ging dus even mijn research doen voor deze vraag. En ik heb dus gevonden dat ik echt wel, dat wist ik trouwens ook, maar ik heb hem weer teruggevonden, een planning had. Laten we er even naar gaan kijken. Want ik ben geen persoon die planning maakt. Ik heb nog nooit een planning gemaakt. In mijn hele fucking leven. In al die 17 jaar dat ik al besta, heb ik nog nooit een planning gemaakt. Nee, maar ik deed dat nooit. En nu heb ik gewoon, weet je, ik heb het niet van uur tot uur. Ik heb gewoon zoiets van, oké, vandaag ga je dit afkrijgen. En desnoods zit je tot 's avonds 9 uur eraan. Je gaat het in ieder geval afkrijgen. Ik heb niet, we gaan een uur aan wiskunde. Want een uur aan wiskunde betekent voor mij misschien dat ik 2 opdrachten snap. Dus mijn planning is vooral gericht op kwaliteit en niet op kwantiteit. Want als ik geschiedenis leer, dat gaat bij mij sneller. Dus dan ben ik misschien een uurtje klaar. Maar dan als ik neer ga zetten 3 uur aan geschiedenis en ik ga 3 uur aan geschiedenis, dan zit ik misschien tijd te verspillen terwijl ik ook aan wiskunde kan gaan bijvoorbeeld. Dus ik zal mijn planning even laten zien. Hier, wacht even hoor, hier stond eerst nog, daarbovenin stond eerst nog mijn examentraining. Maar nu past het allemaal op één blaadje, dus ik werd er autistisch van. Dit is vandaag. Dus ik heb dit gedaan. Tenminste, ik heb het eigenlijk tot en met 7 gedaan. En dat stond eigenlijk voor morgen. Maar ik dacht, ik verschuif een paar dingen. En hier ben ik dan nu nog mee bezig. En het Engels examen Dus hij heeft nog om dat te doen. Ik denk wel dat ik dat nog ga doen vanavond. Mijn ouders gaan een film kijken en ik heb niet zoveel zin om die film te kijken. Dus. Maar dat is een beetje... dat is een beetje hoe ik dan zeg maar plan. Zoals je kan zien had ik best wel een pittige planning, maar voor mij werkte dit supergoed. Hoe kan je lang concentreren? Telefoon uit of op vliegtuigstand. Voor mij werkt het ook heel erg om Mozart muziek te luisteren, want het blijkt, het is bewezen volgens mij dat Mozart muziek aansluit op de hersengolf of zo. Dus dat helpt heel erg tijdens leren. Voor mij hielp het ook echt wel, lekker langzaam muziek. Soms draaide ik ook wel langzame popmuziek, gewoon ballads of zo. Of, dat heb ik super veel geluisterd tijdens het leren van muziekexamen. Die City of Stars, are you shining just for me? Die heb ik heel veel geluisterd, die vond ik zo mooi. Ik ben bang dat ik het opeens niet meer aan kan, terwijl ik nu 0 onvoldoendes heb voor mijn essays. Oké, laat ik één ding zeggen. Je bent al hier gekomen. Je essays zijn eigenlijk vaak moeilijker dan je examens. Je kan het. Het is sowieso op jouw niveau. Je hebt je essays gehaald. Kijk, als je allemaal 1 staat, dan heb je dat waarschijnlijk ook al eerder gehoord. Maar als je met bijna 0 problemen... Ik had ook wel een paar keer onvoldoendes. Dus, maar als je gewoon goed door je HAVO bent gekomen, of door je VWO, of door je MAVO, of door je kader, of door je basis, maakt niet uit wat voor niveau je doet, dan is het de bedoeling dat je je examens ook kan. Je essays zijn altijd eigenlijk lastiger dan je toetsen, dan je examens. Zo... die moeten ook een beetje op één lijn liggen. Dus dat komt sowieso goed. Daar moet je echt niet aan twijfelen. Het is wel wat je er zelf voor doet. Want voor die andere toetsen heb je als het goed is ook geleerd. Hoe verdeel je een grote hoeveelheid stof? Nou, zoals je in mijn planning kon zien heb ik gewoon echt... Ben ik ver van tevoren begonnen. Dat is het denk ik. Gewoon vroeg beginnen. Anders heb je er geen tijd voor. Examenbundels, vraagteken. Ja, ik had heel veel examenbundels. Ik had samengevat boekjes. Ik had examenbundels. De helft is niet eens ingeschreven. Ik zorgde ervoor dat ik alles had. Ik mocht niks missen. Ik had bijna voor elk vak wel een examenbundel. Erg, hè? Hoe hou je aan je planning? Nou, dat heeft weer een beetje te maken met motivatie. Ik wilde gewoon niks skippen. Verschuiven mocht echt wel van mij, van mezelf. Maar iets skippen, no way. Dat gingen we echt niet doen. Ik moest het allemaal af hebben. Ik heb het ook zo gepland dat ik precies ook wist wanneer ik die dag iets anders had. Ja. Alles moest gedaan worden. Ik heb geen 1 hoofdstuk niet geleerd. Behalve het laatste hoofdstuk van geschiedenis. Die heb ik een beetje laten slonsen. Ik dacht, oh ja, daar kwam de televisie. En toen waren we allemaal weer gelukkig. Ja, daar had ik dus ook 2 vragen over in het examen. Nog even over geschiedenis was nog een vraag. Zijn de jaartallen en de kenmerkenaspecten echt belangrijk? Ja, je weet nooit of het erin komt. Want we hadden maar 2 kenmerkenaspecten vragen eigenlijk. En bijvoorbeeld, wat ik wel grappig vond, was dat heel Hitler er niet in kwam. En er wel een vraag over David Bowie kwam. Niet over David Bowie zelf, maar dit nummer van David Bowie. Welk kenmerkenaspect hoort daarbij? Zoiets. En toen dachten we echt, hè? Dus dat. Maar het kan ook zijn dat er heel veel in komen. Je weet het nooit. Dus leer gewoon echt die kenmerkenaspecten. En leer ook de jaartallen. Leer gewoon alles. Ik ga niet denken, oh maar dat komt er vast niet in. Dan komt het er waarschijnlijk wel in. Wat doe je de dag voor je examen? Nou, ik leerde dan sowieso voor dat examen wat ik had. Maar ook voor een examen die weer misschien de dag daarna was. Want je moet niet alleen maar gaan focussen op die ene. En s'avonds, soms als ik het nog niet goed af had. Als mijn planning dus niet helemaal gelukt was. Nam ik het nog door. Maar ik probeerde ook wel eventjes een beetje uit te rusten. Eventjes een theetje te drinken en gewoon goed te slapen. Want dat is ook heel erg belangrijk. Wat is een goede leerplek? Voor mij was dat gewoon mijn kamer. Een rustige ruimte. Opgeruimd. Zorg. Oh ja, dat is een goede tip. Zorg dat je kamer netjes is. Vanaf dat je examens begint. Hou het ook bij. Want een rustige kamer, een nette kamer is ook rust in je hoofd. Oké? Dankjewel. Keek jij je toetsen na? Soms wel, als ik er tijd voor had om dat nog eventjes te doen. Bij wiskunde probeerde ik het, maar toen herkende ik ook maar 1 antwoord. Toen dacht ik, oh. Bij bijvoorbeeld het Nederlands is het heel makkelijk, want dat is gewoon A, B, A, B, A, B, A, B, C. Zulke dingen. Engels kan ook wel volgens mij, Duits kan ook wel. Geschiedenis, daar heb ik volgens mij 10 blaadjes voor geschreven. Dus dat was geen beginnen aan. Soms deed ik het wel, soms deed ik het niet. Ja. Want ik wilde wel gewoon een beetje kijken hoe ik ervoor stond. Of het een beetje goed ging. Wat doe je de dag van de uitslag? Hoe deel je die in? Hoe ga je ermee om? Nou, ik probeerde gewoon uit te slapen. Ik probeerde dan ook... Nou, natuurlijk werd ik om 7 uur ochtends wakker of zo. Volgens mij nog eerder zelfs. Maar mijn idee was om uit te slapen. En toen ging ik lekker Netflixen. Gewoon lekker rustig douchen. Maskertje. Ik wilde er wel leuk uitzien tijdens de uitslag. Want ik wilde het filmen. Ja, ik probeerde gewoon alles zo lang mogelijk te doen. Dus ja, dat deed ik. Oh, hier is trouwens een filmpje van mijn uitslag. Hallo met Julia. Ja, hoi. Echt? Ah! Nee, oh my god. Oh my god, dank u wel. Echt? Oh my god, ik dacht echt dat ik gezakt was. Ja, nee, ik dacht echt dat wiskunde alles had verpest. Oh my god. Ja? Ja, tot morgen. Ja, hetzelfde succes nog. Doeg! Hey. Je bent op jullie! Tot zo. Mooie cijfers. Ik heb het al aangemaakt. Nou, superleuk, lekker jankie. Wat wel heel erg leuk was aan mijn examens, vond ik, dat je op een gegeven moment op bijvoorbeeld op scholieren.com.nl, daar deed ik ook examenvlogs voor, daar had je op een gegeven moment ook memes. Dus dan werden examens besproken. Dat vond ik heel erg leuk, want dan herkende ik weet niet, dat vond ik een soort saamhorigheid of zo. Dan was het zo van, HAVO-examen geschiedenis, Hitler kwam er niet eens in voor, maar David Bowie wel, allemaal van die memes en zo. En dan dacht je, weet niet, dat voelt een soort van... We're all in this together, weet je wel. We doen het allemaal samen. Heel veel mensen die maken de examens. En je maakt er gewoon met z'n allen grapjes over. En je weet met z'n allen waar je het over hebt of zo. Je denkt van, oh ja, dat had ik ook. En dat kan je niet met je ouders zomaar bespreken. Want die snappen niet wat jij bij vraag 2 had, weet je wel. Dus ja. Nog een paar tips van mij. Lees goed. Oh ja, nog mensen die vroegen ook, hoe leer je Nederlands, Engels, Duits, zulke talen, dat is gewoon oefenen, totdat je er beneden valt. Ik kan er verder niet zoveel over zeggen. Ik had ook bij mijn Duits, had ik nooit een voldoende toen ik het oefende. En ik had een 6,2 of zo toen ik mijn examen had gemaakt. Dus dat slaat ook helemaal nergens op. Je weet ook gewoon niet goed wat je van kan verwachten. Goed lezen tijdens je examens. Echt goed lezen. Lees het ook nog eens een keer door. Controleer het. Dat deed ik nooit bij mijn toetsen die ik gewoon had. Mijn essays en zo, bij mijn toetsweken. Maar bij mijn examens heb ik dat gedaan. En ik heb er baat bij gehad. Want ik heb volgens mij 1 keer gehad dat ik echt totale onzin had opgeschreven. Dat ik echt dacht, oh mijn god. Neem je tijd, doe rustig aan. Ik snap dat het soms zwaar is om 2 uur of zelfs 2,5 uur, 3 uur, weet ik veel wat het allemaal is. Dat ben ik ook alweer vergeten. Om te gaan zitten, maar neem je tijd, want hierna ben je klaar. Denk gewoon de hele tijd, oké, nog maar een paar weken, nog maar een dag, nog maar zo lang. Misschien bij je laatste examen nog maar een uurtje. Dan ben je er van af en dan ben je jezelf eeuwig dankbaar. Denk daar gewoon aan. Het komt allemaal goed. Wees rustig. Blijf rustig. Zorg dat je alles bij je hebt. Vergeet niks. Zorg dat je gewoon elke keer weer een lijstje bij hebt. Oké, ik heb morgen wiskunde. Wat heb ik daar nou voor nodig? Want dat is nog erger dan dat je iets niet weet. Als je iets bent vergeten, dan neem je jezelf dat altijd kwalijk. Dus ja, blijf gewoon rustig. Neem geen onnodige pilletjes en shit wat nou weer rondgaat door scholen of zo. Dat werkt allemaal niet. Vertrouw op jezelf, want je kan het. En blijf gewoon rustig, zoals ik al 10.000 keer heb gezegd. En slaap goed. Dus ik wil jullie allemaal heel veel succes wensen. En deze tips kunnen natuurlijk ook van pas komen als je gewoon een toetsweek hebt of een toets binnenkort. Ik hoop dat jullie wat aan hebben gehad. Laat me weten hoe het allemaal is gegaan. En als jullie nog meer vragen hebben, nog voor de zekerheid nog 1 extra examenvideo willen, laat het me weten onder in de reacties. Laat een duimpje achter, vergeet niet te abonneren en super veel succes met je examens. Je kan het, oké? Doei!